redenijen, joh, dan zeg je mekaar. Geluk in Turk, ik hoop uit vind. Meer geluk in Turk, dat heb je ja waar. Gewoon een douder bindt, sloerig en me. Goed en gezond, vanwege te grof, trekt een cirkel zich rond. Van jongelen en alle grond, komt al het leven. Ah, Vinna, u komt vast en zeker een lekker kopje koffie halen. Gezellig. Ja? Ik heb een lekker drankje. Lekker zacht. Je sloekt in mijn tong dus wat bier. Hey, dat is CB, dat smaakt erin bij de koffie. CB? Zet Minnie terug bier op. Minnie is acht. Minnie, kom eens even hier. Kijk eens wel hoe je op de vloer hebt. Willem, ik dacht dat ik duidelijk genoeg was, West. Maar, mis Lucen, ik begreep dat je nog uit krang in de kop bent. Maar wie kunt er toch over praten? Ik ben drok. En mijn kop steekt niet naar koffie. Ajus. Het spijt me verschrikkelijk dat zo'n lopen is op uw verjaardag. Nou, daar heb je anders ook een mooie kroon van gemaakt. Het hele dorp heeft er jou met kunnen genieten. Ja, je had een foto nooit met een zee. Wat voor een foto? Nee, nou loop maar, Willem. Ik wil het er niet meer over hem. Ajus. Ik begreep zelf ook wel dat zo'n foto onmeunig veel losmaakt. Nicht, Bimi. Dan zeg me dan waar ik bang werd. Ik weet niet meer wat er van me denkt. Oefa was een kerel uit eerst stuk. En dat is wat ik weet. En dat is alles waar ik trouwen kwijt wil. Aju. Hier, proef dat koffiemelk. De vrouw mag er wat pap van. Probeer. Oh, andermaal. Wat verdikke, alweer die verrekte voicemail. Ze heeft hem zeker zo uitstaan. Ja, dat zal zien reden wel, hem. Nou, daar geloof ik niks van. Ze werkt bij de krant. Ze moet uitbereikbaar zijn. Ze was toch bord bij de krant? Ja, dan nog moet ze bereikbaar zijn, namelijk voor mij. God, niet iedereen heeft een mobiel aan de kop vastgeplakt. Ik heb er wel 20 maal beld. Nou, dan ben je mooi dom, dier. Je had er gewoon even achter hem moeten gaan. Ja, dat hek had door, maar ze was nog geen toes. Ja. Of ze doet net alsof. Dat kan natuurlijk ook. Ho, zitten bleef. Misschien heeft ze wat ontdekt over pa. Dat wil ik wel weten wat. En die foto waar ma zo hellig over won. Die wil ik ook wel zien. Het zal nog steeds gezelliger bij de wildspiekertjes. En je zet hier eens wat meer kracht op, wief. Ze worden nooit meer met die spieren. Weet je wel, eigenlijk zal het moeten doen. Die moet wat organiseren om de familie weer bij elkaar te brengen. Nou, zoals wat? Ik zat te denken aan een feest. Zodat de hele familie de zin kan verzetten. Ja, zoals Maas verjaardag. Nee, geef mij nu de garantie voor succes. Nee, een felle grote feest. Voor de hele familie. En waar alle zorgen in vergeten kunt worden. Nou, dat klinkt goed. Goed hoor. Zeg maar, het feest van de eeuw. Drank en gezang en gechans. Ja, ja. Dans. En wat voor spektakel kan dat dan weer? De brulfte van Jens en Monkie. Oh, doe een keel. Wat is er nou door aan? Denk toch eens hoe blieb je humor zal kunnen maken. Hou je jongste dochter op het randje van het nusrond kunnen zetten. Ja, dat zal ze zeker schitterend vinden. Nou, wat dacht je ervan? Ik ben me ook nog mooi. Zo rap laat ik mijn nicht de roe aan de haak slaan. Zorg je er nu maar eerst voor dat je weer in de been komt. Weet je wat? Als ik de 100 meter sprint van u win, ga je met mij trouwen. Ja, dat lukt u toch nooit? Oh nee? Weet je maar. Kira, hup. Maar aan het werk. Ik kreeg nog trok zat. Nou, kom op, beskutenkeelke. Maar wat stond er dan precies op die foto van Fenna? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kreeg niet de kans om goed te bekijken, maar daar deugde vast niks van. Nou, wat bedoel je? Ja, ik denk dat die foto bewijst dat pa... fout was in de oorlog. Dat klinkt weer zo... Dat bedoel je toch? Ja. Ach, jochie. Tante Betta ook. Wat is daarmee dan? Wat? Was die ook fout in de oorlog? Oh,
Maar die familie van jou ook. Dat bedoelde ik niet. Nee. Ze vonden dat ik zo op mijn vader leek. Katzelfde slag als Iva. Luister eens, jij. Wat ze ook zeggen, er is niks van mij. Jij lijkt in niets op je vader. Nee? Nou ja, uiterlijk een beetje. Maar jij bent een goud-eerlijke man. He, met het hart op de goede plek, toch? Patricia. Nou, wie? Tuurlijk doe jij ook wel eens domme dingen, maar nooit om iemand opzettelijk pijn te doen. Nee. Nou, dat bedoel ik. En trouwens, laten we wel wezen. Al die domme dingen die jij hebt gedaan, daar zijn we uiteindelijk alleen maar wijzer van geworden. Kijk eens naar mij. Ik was toch eigenlijk een dom huisvrouwtje? En ik ben nu directeur van een thuiszorgorganisatie. Allemaal dankzij jou. Ik hou van je, Aldi. Dan heb je het dus over ECD, inclusief de promoties en de optredens en in Nederland. Maar als jullie dat boeten doorbrengt, ja. Barry Elvis. Hm? Het boetenland. Oh, dat, ja, wie wilde jullie ook gewoon promoten in de Prus? Ik ken er nog een paar gewichtige jongens. Te gek, dat klinkt helemaal goed. Ja. Wat zit je met hun gedachten? Ik verwacht een belangrijk telefoontje. Oh? Hij bent niet in snoeverie, hè? Leuk, vertel. Belist. Of zit ze nog in de verpakking? Ze zult even een bedje centraal om. Zaak nog wat voor het werken. Circus. Roos, je had nog het een en ander opgesteld in het repetitieschema. Klopt. Over het repetitieschema... Kom... Met Elvis. Ja. Nee, 2 uur is prima. Oké. Ja, tot dan. Ja, dat repetitieschema, ik zal het vanavond wel even op de mail zetten. Hey. Waar kom jij vandaan? Van ma. Zo te zien was dat erg gezellig. Meer geen sikke pit wiezen ben. Zo gauw over pa geet, sluit ze dicht. Ja, ja, Venna. Vind ik niet zo gek. Je vader is behoorlijk van zijn sokkel gevallen. Wat bedoel je dan met? Nou, als school de boer mee kwam, was niet echt een fraai verhaal. Dat is toch niet zeg dat dat de waarheid is? Nee, Venna, nou, maar... mooi is dat. Dus zie, trekt ook al uw conclusie op basis van één verhaal. Misschien is dat wat mijn moeder zegt wel waar. En is die foto van mijn vader met die Duitse soldaat... gewoon een foto van mijn vader met een oude buurjongen. Dat kan toch? Ja, natuurlijk. Natuurlijk kan dat. Maar het gaat erom wat je zelf vindt. Hè? Hoe denk jij zelf dat jouw vader aan schilderijen van Pinto is gekomen? Nee, ik weet het allemaal niet meer. Laat maar, ik wil het er ook niet meer over hebben. Verder, wacht nou even. Wat zei je? Nee, nee, even geen telefoon. Verder, wacht nou even. Het is een erekwestie. Je kunt je verleden pas laten rusten als je precies weet wat er is gebeurd. Jij moet heel die zaak goed uitzoeken, echt waar. Ik moet helemaal niks. Voor jou. Venna, wacht nou. Wat heb ik nou gezegd? Venna, wacht nou even. Adje, nou ja. Belangrijk. Oké, geef maar hier. Ja, ja, hallo, Pedro. Hé? Hè? Uh-huh. Wat heeft u van mij gezien? Website nou? Lijkt me heel sterk, meneer. Ja, ik heb niet eens een computer. Hm. Ik ben nog een echte dinosaurus. Al die moderne onzin, daar moet ik helemaal niks van hebben. Ja, is de dood in de pot van de creativiteit. Goed, ja, ja. Nee, is goed. Dag. Ja, wacht even, jij is een beetje oud. Hij heeft niet zo'n computer. Kerel, toch, schrik me kapot. Mooi, Maria. Leon, ik kan voor door. Bindt het harde wossen? Ja, en gerijpt. Dit is een hier bit met kruidnagel en knoflook. Oeh, lekker. Domi van Beren met 5 stuks. 10 worsten? Heb je dat wel gehoord?
En ik hoop dat ze zo zool bent als Kriet. Maar ik ben met de klandizie natuurlijk wat duster geholpen, hè. Hier, Willem. Mans, mijn eerste bestelling en gelijk aan de grootste. En Marie is opletten wat er gebeurt als mijn klant hoe de worst hebt proeft. Daar steden meteen een file van hier tot aan mijn café. Nou, daar wou ik met me. Haal je wat? Ja, een paar gedreugde verlingshoorden verblaffen. Verwel? Blaffen mijn hond. Heb je een hond? Dat is neuven mij. Kijk eens aan, dat het beste bericht. Wat is het voor merk? Vuilnisbakkenras. Ja, het is nog een puppy, hoor. Oeh. Nou, ik kreeg de verlingshoorden voor niks. Haal je wat? Nee, dank u wel. Wat is de schade? 10 worsten. Dat is 18 euro. Krijg nog wat. Wat is het beste portefeuille vergeten? Ik ben bang voor wat? Weet wat is Wilm naar doodmol aanzoomen? Dan komt stoepie jongens aan de les. Nee, waar goed reclame maken, hè? Ja, dat zag ze je gedoe, dat ook. Wilm, hoe worst? Oei, dat natuurlijk. Ik heb nog vergeten, de worst. Monkey, je hebt een luck melee met me. Ik kan niet meer. En dat wilde 100 meter sprint van me win? Ja, maar dat hoeft vandaag toch nog niet. Nou, niks kan me tangelen, dan moet weer in de been te kriegen. Ja, te laat. Monkey. Hey, Lori. Wat? Je staat weer in de basis. Dat is hartstikke mooi, man. Nog een conditietrainer, joh, dat ben ik. Volg Jens meer. Wat? Wat moet ik? Nu direct? Ik kom eraan. Ik moet fort. De coach van Lori wil me wat vragen. Ah. Aju. Nou, dan moet meneer Jens zichzelf maar fit maken. Ik ben de weg kwijtgeit. Ik weet niet meer wat ik van mijn vader denk. Hij was altijd zo wies en leeg. Ik kan hem met de kop niet bieden dat net hee. Net hee. Ik weet een grote keel de boom niet vroeg wat er precies gebeurd is. Dan kom je gezellig met mijn spoken en helpt erop. Zo wat weer niet. Dat zou kunnen. Ik zit er zo hopeloos met in de knuppel. Ik zie het niet meer. Mangs moet je een bekken afstaan nemen. Om anders weer helder te kunnen zien. Pastoor Bultkater. Ja, sorry, Venna. Ik wil er niet aflusten. Ik was feitelijk op zoek naar de Geerte. Oh, sorry. Dag je niet dat geit het zolder zal hem zegt. Hetzelfde? Ja, dat je af en toe een luk afstaan neemt om het weer helder te krijgen. En mijn hoor dan, zit me allemaal op de lip. Ja, fysiek afstaan neemt. Dat je even de boel hoort. En dan moet je erop. Als dat zou kunnen. Ik weet nog wel een klooster. Daar kun je in alle rust tot jezelf komen. Zal dat niet wat voor hoe wij. Je probeert toch niet een nunneke van mij te maken? Nee, dat wil ik ook niet aan doen. Nee, dat is het niet. Maar je hebt door uit voor iedereen de lus. En een kleine retraite, dat kon ik misschien nog wel heel goed doen. Ja, de bloemkes heb dus. Zo kort erop en zo wit erop. Hakkawadag. Meneer Bode. Is er iemand met je meegekomen? Doe zo. Nou, misschien is het gewoon beter dat we die persoon er even bij halen. Nee, ik ben hier gewoon alleenig. Oké. Ik heb de
röntgenfoto's en de CT-scan bekeken. En eerlijk gezegd ben ik daar nogal van geschrokken. We hebben een tumor in je long aangetroffen. Zogenaamd maligne mesothelioom. Een kwaadaardige tumor. De veroorzaker van asbestkanker. Asbestkanker? Ik vind het heel erg om te zeggen, maar het ziet er niet goed voor je uit. Wat wil je dan met Zengda? Meen je niet dat ik dood ga? Ik zal heel eerlijk zijn. De kans dat je hiervan herstelt is bijna niet heel. Hoor je wat ik zeg? Ja, ik ben niet doof, hè? Ik wil een second opinion. Ik heb met al mijn collega's over... Dan kan je niks verrekken. Ik wil een second opinion. Dat is je goed recht. Ik gewoon niet dood. Ik vind het heel verschrikkelijk om dit te moeten zeggen, maar... Het ziet er niet goed uit. Wat wil je dan met zingen dan? Meen je niet dat ik dood ga? Ik zal heel eerlijk zijn. De kans dat je hiervan herstelt is bijna niet heel. Hoor je wat ik zeg? Een kwaadaardige tumor. De veroorzaker van asbestkanker. De kansen dat je hiervan herstelt, Elvis, zijn bijna niet heel. Ik ga niet dood! Ik ga niet dood! Amber, kan ik wel even spreken? Nou, vertel dan maar. Ja, Ovi, de schommel hangt weer scheef. Kunnen jullie hem maken? Kevin, ik ben even met de juffrouw aan het praten. Noem even niet. Ik begrijp dat, ik kan er helemaal niks van. Ja, hij met de oor, noem even niet. Kan ik wel even privé spreken? Ja. Amber, dat akkefietje van ons korts. Kun je dat... Als te bleef onder een perl. Waar ben je de persoon niet het? Ik had wel van de dagen schreeuwen. Het moet onder ons blien. Kunnen we dat afspreken? Ja. Vertel maar. Op één voorwaarde. En dan is? Dat ik me één kus doet. Wat hier? Nou, komt er nou wat van? Ja. Ik ga maar eens. Mooi, wa? Ja. Als dit eens allemaal net zo fit waren als Lodi, dan had ik een topteam. Hè? Wat? Ja, dat is wel mooi weer. Lodi's conditie is mijn sprong vooruit gewoon. Ik begrijp niet hoe je dat klokkering hebt. Met de zwip. Je kunt nog wel een stagiaire fysiotherapie gebruiken in het team. Dat is vast wat voor u. Maar voordat je ze onderaan neemt, met een paar dingen die je moet weten. Zie je Yvette hoor? Zwakke kruisband. Barbara, meniscus. En Lotte in de goal. Dat is net herstellende van een enkelblessure. Woe! Woe! Klasse! De merking is top. Nee, echt zilver. Ik vind het heel knap dat je dat kan op jouw leeftijd. Echt een gauw... Hé! Hey. Hé, hey, wist jij dat jij een geweldige dochter hebt? Wat is er dan? Nou, Zilver heeft voor mij een website gebouwd. Al mijn werk staat erop. Echt waar? Ja, maar Erik en Lennis hebben opgeroepen. Nou, het mooiste komt nog. Iemand heeft die website gezien.
En ik ben uitgenodigd om te exposeren in... Amsterdam. Dat is toch fantastisch, Fenn, hè? Ja. Maar wat is er dan? Het is me allemaal te veel geworden. Ik wil er even tussenuit. Alles op een rijtje zetten. En Pastor Bultkater die bracht me op het idee om in retraite te gaan. Nou, dat doe je dan toch? Ik vind het heel verstandig. Ik wil jou vragen of je op zilver wil passen. Nee, dat kan niet. Ik heb het nou veel te druk. Ik moet die expositie voorbereiden. Maar ik mag toch wel mee? Nee, dat lijkt me geen goed idee nou. Ja, maar dat vind ik echt gemeen. Je hebt die hele expositie aan mij te danken en ik mag niet eens mee. Redro, je zou me er ontzettend mee helpen. Nee, hier kan ik echt niet op natuurlijk. Ah, bovendien, het is wel gezellig, hè? En zo'n assistente als Silver, die kan ik heel goed gebruiken. Akkoord, mevrouw. Albi! Ik wil u nog even bedanken dat je de schommel hebt gerepareerd. Oh, geen meute. Ja, zou ik u hem op gepaste wijze bedanken. Ja. Dat ik alle huur van het schoolplein zien. Ah, maar het is wel groot zo. Nee, dat is het niet. Was je er nog? Ja. Albi heeft de schommel gerepareerd, lief hè? Zeg, schat, weet jij van wie dit sjaaltje is? Ja. Nou... Wat een leuk sjaaltje. Het is van tante Bitta. Ja, dat heeft ze natuurlijk laten liggen op de verjaardag van Maat toen ze meer is. Stom, hè? Ik dacht ook al, dan hangt zo'n oude wijvenluchtje. Ja. Zal ik maar meteen wegdoen, hè? Nee, nee, ik breng het wel in. Ja, je weet hoe die oude besjes gewend zijn aan hun spulletjes, hè? Ja, wat je wil. Ja. Nou, ik ga verder, hè? Ik ga eindelijk mijn ontslag indienen als wethouder. Goed, hè? Nou, Alice, hè? Oude wijvenluchtje, hè? Ze noemt me wat. Je roept hartstikke jong. Meen je dat? Ja. Goedemiddag, Sam. Mans en Maria, kom erin. Ik ben zo benieuwd naar blaffen. Hoe hebben Hunke verstapt? Blaffen? Mie Hunke? Dan is hij Johan door. Bees Hunke maar daar. Willem, wie kwam veilig om af te rekken? Volgens mij heb je hier niks meer staan, hoor. Minnie heeft Mans nog wat aan de lat staan? Nee, natuurlijk niet. Nee, wie kwam voor de wassen? Die van man die ons kocht heeft. Oh, wat die wassen van Oude. Oh, lekker, hè? Ik vroeg me alleen maar af waarom die verken aan moesten. Die zesde klaar door niet neus een borrel of wat, Willem? Ja, grappig, hoor. Die lacht er maar om. Dus die wassen moeten betaald worden? Willem was de knip vergeten. Ik zei, ach, ik kom wel even langs. Oh, nou ja, wie vergeet allemaal wel eens wat, toch? Ja, ja, ja. Hoeveel kreeg ze dan? 18 euro. Nou, dat zag ze wel even voor jullie kriegen. Ga maar zitten. Ja, dat dacht ik. Hey, ja, dat is gewoon moeilijk. Ja, dat is een zielig wat, ja. Ja, komt wel goed. Hoi. Monk, hey, kom erin. Was lekker stevig. Klare taal. Ja, dat mis ook wel. Dat is de enige taal die ze als je versteed. Wie hebt Chilla Squad contracteerd? Ja, wat? Die leugen om je toch niet vertellen aan de cola zit? Champagne? En wie gaat zoeken tot de bidaal valt? Hallo, Jordi. Haal ze een paar glazen op. Wou je ook wat? Heilige Maria, God Simo, bid vuur ons, vuur Willem, en storm bij, alsjeblieft.
Monkey, is er iets? Eva, luister nu even geen vrouw stellen. Gewoon heel veel pit naast haar baan en gelijkertijd is toch een leef ding. Heet nu alweer Jens? Nee. Leef? En ze slup je al. Hij slup nu. Eva, hoe zit dat nu? Dus ik kijk naar Jens, terwijl je aan een mooi jong voetbalwichtje denkt. Monkey.